De Franse soldaten hadden geen enkele bescherming tegen het chloorgas. Velen stikten in de eerste lijn, anderen probeerden tevergeefs de gaswolk te ontkomen door terug te lopen. Achter hen rukte Duitse infanterie op. Niet alleen aan het westelijk front werd gas ingezet. Ieder veldkanon, ieder machinegeweer, ieder wapen dat de Fransen in hun bezit hadden, werd op hetzelfde moment afgevuurd. Nooit van mijn leven had ik zo'n lawaai gehoord. De regen aan kogels die boven ons hoofd passeerde, was ongelooflijk. Maar het gas konden ze niet tegenhouden. De wind blies het gas verder richting de Franse linies. We hoorden de koeien angstig bulderen, de paarden in paniek hinniken. De Fransen bleven schieten. Ze schoten in het wilde weg. Nog een kwartier later begon het schieten af te nemen. En tenslotte hoorden we nog af en toe een schot. En toen werd alles stil. Excellence, suivante à venir déposer ensemble des fleurs. Monsieur l'ambassadeur Robert pour le Canada.